Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Beste mensen, wat een bijzondere en vreemde tijd is het toch. Corona. Een jaar geleden had nog niemand ervan gehoord en nu beheerst het ons leven. Niet alleen dat van ons, maar van iedereen op de hele wereld. De gevolgen van het coronavirus voor Terbeek-reizen zijn enorm. Al onze bussen staan stil, de chauffeurs rijden geen dagtochten, de chauffeurs rijden geen meerdaagse reizen. En in plaats van bezig te zijn met boekingen en reserveringen, zijn de medewerkers van kantoor alleen maar bezig en druk met annuleringen en veranderingen. Kortom, het is een situatie waar u en wij niet om gevraagd hebben en die we heel graag anders hadden gezien. Wij hopen dat alles goed met u gaat. Want u mag best weten, wij missen u. We hadden er graag samen met u een fantastisch jaar van willen maken. Na de presentatie van onze prachtige reisgids en de succesvolle open dagen afgelopen januari leek niets ons in de weg te staan. En of u nou meegaat met een verzorgde dagtocht of een van onze prachtige meerdaagse reizen of misschien wel een bijzondere verrassingstocht, wij zijn blij met u. Ook wij staan achter de maatregelen die het kabinet ons heeft opgelegd. Gezondheid is het belangrijkste voor u en voor ons allemaal. Zoals u ziet staan onze bussen in quarantaine. Inmiddels grondig schoon van binnen en van buiten. En om, zodra het weer kan, er samen met u op uit te kunnen gaan. Tot die tijd moeten we afwachten. We kunnen ook weinig anders. Maar bij Terbeek-reizen blijven we wel in beweging. De bussen zijn grondig schoongemaakt en onderhouden. Het bedrijfspand kreeg een onderhoudsbeurt. We hebben de kwaliteitsnorm ISO 9001 behaald. En we zijn met de vernieuwde dagtochtenbrochure bezig. Zodat we ook na de crisis kunnen blijven zeggen, uw reis in vertrouwde handen. Laten we toch hopen dat deze crisis bij ons snel voorbij gaat. Zodat we weer fijne dagtochten en meerdaagse reizen kunnen maken. En dan wil ik graag afsluiten met mijn lijstspreuk. Hold u goed, blijf sterk, blijf gezond en kom weer. Gaat u weer met ons mee? We zien u graag snel weer in een van deze comfortabele stoelen van onze mooie touringcar. Samen staan we sterk. Namens het hele team van Terbeek-reizen wens ik u alle goeds, gezondheid en geduld. Blijf gezond en tot ziens. En om toch een beetje het reisgevoel voor u vast te houden, willen we u graag meenemen in een van onze bussen. We hebben een prachtige route gereden door het mooie Twente, wat juist in dit voorjaar zo mooi tot zijn recht komt. Gaat u mee? Voor Ayoglo in de stad, deur het dorp op het land, in alle zonder leuk en onwerkelijk stil. Voor het hem is de vrouw die u niet beantwoorden kunt. Wie kunt alleen laten zien dat u nog eens bent. Al veel jaar. We rijden door de buurtschap Beekzijde en vinden hier een van de vier Mariakapellen welke deel uitmaken van de parochiekerk in Vassen. De overige drie staan in Mander, Hezingen en Manderveen. Opmerkelijk is dat de vorm van de kapellen is afgeleid aan de ingangsdeur van de kerk. Elke Mariakapel heeft een eigen karakter en vormt één geheel met haar buurtschap.
Via de Hooidijk komen we aan in het Springendal. Het Springendal, deels in de gemeente Dinkeland en deels in de gemeente Terbergen, is een erosiedal in de stuwwal van Oud-Marsum. Dit beslaat ongeveer 355 hectare. Het gebied staat bekend om zijn bronnen, beken, heuvels en grafheuvels. De boswachter vertelt u er graag meer over. Goedendag, ik ben Jeroen Bühne en ik ben boswachter bij Staatsbosbeheer in Twente. Vandaag neem ik jullie mee een klein stukje het Springendal in. Een mooi gebied op de stuwwal van Oud-Marsum. Vast bij jullie bekend vanwege de mooie beken en bronnen. De bossen op het Springendal zijn alweer aardig ver in het blad geschoten. Hiervoor ziet u een beukenbos. Veel vogels zijn alweer bezig met het broeden. En over een aantal weken zullen de eerste jongen tegemoet komen. Het is een hele mooie periode waarin de natuur weer helemaal fris groen uitloopt. We zijn nu bij het jeneverbessenstruweel beland. Jeneverbessen groeien in de droge heide. De mannetjes zijn kegelvormig, zoals hiervoor te zien is, en de vrouwtjes zijn veel breder vertakt. Aan de jeneverbessen groeien de jeneverbessen. Niet zo moeilijk dus. En jeneverbessen worden voor tal van recepten gebruikt om het op smaak te brengen of om de bekende jenever van te stoken. Het is een heel oud stukje Nederlandse natuur, wat veel meer voorkwam omdat we vroeger veel meer heidegebieden hadden. We zijn nu op de flank van de stuwwal beland en staan bij de kleinste bronvijver. Een van de meest bekende bronnen van veel mensen. De bronnen zijn in het landgoedkarakter vanuit het verleden aangelegd, met name voor de jacht. Zoals u ook voor ons ziet, zwemmen hier ook een paar wilde eenden en die werden toen gevoerd en geschoten. En dat ging hier hartstikke goed. Tegenwoordig wordt hier niet meer gejaagd in het natuurgebied, want zoals u ziet liggen hier mooie wandelpaden en is dat niet zo'n hele goede combi. Het is hier altijd heel erg druk in het Springendal. Het water komt hier als een soort kwelstroom uit de flank van de stuwwal en in deze bron loopt het vervolgens via deze overloop naar de Springendalse beek. Die ligt lagerop gelegen in het bronbos. Daar gaan we zo meteen naartoe. Langs de beek groeien bijzondere planten, zoals het goudvelplantje, zoals je daar kunt zien, met de goudgele kleur. En ook heel veel andere planten zijn gebaat bij het bijzondere kwelwater. Het is namelijk voorzien van allerlei mineralen, zoals ijzer en kalk. Zo, we zijn in het beekdal beland. Via het Vlonderpad zijn we naar de beek gelopen, welke hieronder stroomt. Hij stroomt door hele oude graslandjes, welke al honderden jaren geleden ook door boeren als graslandje werden beheerd. Het beekwater werd over het land geleid en daardoor werd het land voorzien van veel mineralen, waardoor de grassen beter gingen groeien en de boer een betere opbrengst had. Toen was er nog geen mestoverschot, wat er nu wel is. We proberen de graslanden met de bijzondere bloemen zoals orchideeën in ere te behouden, ook voor in de toekomst. Dit is een hele mooie plek in het Springendal en ik hoop dat u daar ook gauw weer eens zelf kunt gaan kijken. Vanaf het Springendal rijden we via Oud-Marsum over de Dinkel door naar Lathrop en vervolgens naar Denenkamp.
Denenkamp telt verschillende windmolens. In het dorp zelf zijn er twee, de Brandenhof en de Nicolaasmolen. Vooral in de 19e eeuw zijn in Twente veel molens gebouwd, toen adel en rijke burger hun alleenrecht op het gebruik van de wind als energiebron verloren. Dat zij dat eeuwenlang hadden, blijkt ook uit de geschiedenis van de Branderhofmolen. De tekst van de in 1818 in het bouwwerk aangebrachte steen herinnert eraan en deze luidt: tot lof van God alleen, tot nut van iedereen en voordeel van ons beiden, was het dat wij gerust en van geen kwaad bewust de eerste steen hier leiden. Ook in Denenkamp vinden we het landgoed Singraven. Het bosrijke landgoed is een mooi 400 hectare groot wandelgebied. En in het midden brengt het water van de Bijdinkel de drie enorme raderen van de mooiste Twentse watermolen in beweging. Vlakbij doemt achter grote rhododendronstruiken en royaal gazon het aan de Dinkel gelegen edelmanshuis op. Huis Singraven, waarvan de toren met ingangspartij het oudste deel moeten zijn, is gebouwd in 1661. Vanaf Denenkamp vervolgen wij onze route door Beuningen, bij sommigen van u ook wel bekend als Dinkelo, van de RTVO-serie van Jongeleu. Het Mariakapelletje op de hoek Schoolstraat-Paandersdijk werd in die serie veelvuldig aangedaan. We rijden via het Beuninger Binnenveld en Achterveld langs het Dutterzand onderweg naar het grensdorp De Lutte, gemeente Losser.
Aangekomen in de Lutte vinden we op het Sint-Plechelmusplein het beeld van de hellehond. In vroegere jaren werden de boeren in het buitengebied vaak opgeschrikt door een grote zwarte zwerfhond. Oftewel de hellehond. En als iemand in aanraking kwam met die hond, dan zou die ernstig ziek worden en veel blaren krijgen. Als de hond voor een boerderij bleef staan en hij ging blaffen, dan wisten ze, daar gaat spoedig iemand sterven. Ook werd de hond vaak gezien op het Lutters Kerkhof. We verlaten het dorp de Lutte en rijden via het natuurgebied Egeria richting Oldenzaal. Hier vinden we de bergen van de Stuwwal. De Hakenberg met haar mooie wandelpaden en prachtige frambozenstruiken. Maar vooral de Tankenberg en de Paasberg. Wist u dat de Tankenberg met haar 85 meter de hoogste berg van Overijssel is? We vervolgen onze route. En als je zo door deze omgeving rijdt, denk je elk moment dat je aan de rand van een groot bos bevindt. En dat is maar schijn. Bijna alle boeren en erven zijn rijkelijk voorzien van forse eiken en beuken. En samen geven die het platteland een bosrijk aanzien. En te midden van het geboomte liggen vaak romantisch ogende boerderijen. Dan komen we aan in het kerkdorp Soorsel, oftewel Saarsveld. We rijden door naar Herpen, wat bekend is vanwege haar trekpleister, het Openluchttheater.
theater heeft zo'n 2000 zitplaatsen. En normaal gesproken zijn hier tijdens de zomermaanden tal van culturele evenementen en optredens. Het theater heeft landelijke bekendheid door het jaarlijkse Afrika-festival. Op het terrein van het openluchttheater vinden we ook het Spookhuis. Het Spookhuis is gebouwd in 1581 en is waarschijnlijk het oudste vakwerkgebouw van Twente. Het gebouw stond oorspronkelijk op de Lodiglanden. Het was verwaarloosd, maar is in de afgelopen 2 jaar gerestaureerd en verplaatst naar deze locatie. We rijden vanaf Hertmer door naar Vlieringen, het kleine kerkdorp onder de rook van Albergen. Dit ligt aan de voet van een grote S, de Vlieringer S. En midden op dat bolle bouwland staat de Kroezeboom. Vermoedelijk is dit de dikste eik van Twente en een van de oudste bomen van Nederland. En deze boom heeft ook een hele rijke geschiedenis, want vroeger in tijden van vervolging werd hier stiekem de mis opgedragen. Tegenwoordig is dit een geliefde locatie voor het maken van trouwfoto's. We rijden weer terug richting Tubbergen. We komen aan op de Tubberger S bij het Schaapman-monument. Dr. Herman Schaapman, als zoon van de burgemeester, geboren in 1844 op de Eeshof in Tubbergen. Deze man was priester, politicus en letterkundige. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Rooms-Katholieke Staatspartij, de voorloper van de Katholieke Volkspartij. En Schaapman had als eerste katholiek priester zitting in de Tweede Kamer.
Het monument heeft een totale hoogte van 9 meter. Hij is hier in 1927 geplaatst en opmerkelijk is dat hij kijkt in de richting van Rome, waar hij in 1903 is overleden. Vanaf het Schaapman-monument rijden we via zijn geboortehuis, de Eeshof, te Bergen weer binnen. De Eeshof, nog steeds deels omgeven door grachten, is tegenwoordig een verzorgingshuis. Achter de bestaande voorgevel is een geheel nieuw complex gebouwd, wat in 1965 af was. We zullen zo dadelijk weer aankomen bij de garage van Ter Beekreizen. We willen u heel hartelijk bedanken dat u bent meegeweest op deze virtuele rondrit door een mooi stukje Twente. We wensen u nog een fijne dag en hopen u heel snel weer in levende lijven bij ons in de bus te zien. Blijf gewoon, blijf gewoon en spreek uit het hart, want wie kan. Blijf staan.